Het vonnis in de zaak van Sophia's Lust. Het gaat dus om een zaak waarbij een 67-jarige mevrouw is aangetroffen. Het lijk is aangetroffen in het bosgage aan de Sophia's Lust weg. En daarvan is melding gedaan, aangifte gedaan. En dat is toen onderzocht. En wat er gebeurd is, is dat de rechter vandaag bewezen heeft verklaard dat er sprake is van wurging. Doodslag van het slachtoffer, gekwalificeerde doodslag. Dat wil zeggen doodslag met nog iets erbij. En het komt er eigenlijk op neer dus dat de verdachte, het slachtoffer, zou hebben verkracht en doodgewurgd. En de rechter heeft daarvoor een gevangenisstraf van 30 jaar gegeven. Nou, de rechter heeft een aantal bewijsmiddelen aangehaald. Ik kijk even in het vonnis. Een aantal bewijsmiddelen heeft de rechter dus genoemd. En ik ga volstaan met enkele bewijsmiddelen, waaronder het bewijsmiddel, dat is de verklaring van de zoon van het slachtoffer. Waarbij hij dus verklaart dat hij zijn moeder niet thuis zag komen. En omdat hij zijn moeder niet thuis zag komen, is hij dus is hij op zoek gegaan naar haar. En heeft er dus in een zijweg de Sophia's Lust aangetroffen. Dood, half naakt. En daardoor is hij dus heeft hij aangifte gedaan toen hij dus dat zag. Verder heeft de rechter ook nog de verklaring van een buurtbewoner aangehaald als bewijsmiddel. Omdat die buurtbewoner een verdachte ettelijke malen heeft zien langslopen. En ook nog heel verdacht in die buurt, omdat hij dus niet daar woonde. De rechter heeft ook het bewijsmiddel aangehaald van een onderzoek dat gedaan is. Er is een vaginale swab genomen van het slachtoffer. En uit het slijm is gebleken dus dat er inderdaad ook DNA van de verdachte te zien was. Maar ook, er is ook vuil uit de nagels van het slachtoffer gehaald. En dat is dus ook onderzocht. En gebleken is dus dat ook onder de nagels van het slachtoffer in dat vuil dat er DNA-materiaal van de verdachte is aangetroffen. Verder is gebleken dat op de schouders van de verdachte er oude krabwonden waren. Dus dat heeft de rechter ook meegenomen als bewijs. Dat zijn onder andere de bewijsmiddelen, maar ook het obductierapport waaruit blijkt dus dat waaruit blijkt dat het slachtoffer door middel van verstikking om het leven is gebracht. Met voorbedachte raden, dat wil zeggen dus dat de verdachte erover heeft, een tijdje heeft genomen om erover na te denken en eigenlijk het feit te plannen. En de rechter is in deze zaak niet tot het bewijs gekomen dat er sprake is van voorbedachte raad. We hebben in deze zaak zien we dus dat die aangifte is gedaan op 26 april 2022. Nadat het lijk op 25 april is aangetroffen. En de zaak is op de terechtzitting aangevangen op 22 augustus 2022. Dus dat is al pakweg 4 maanden daarna, 5 maanden nadat de aangifte gedaan is. En het onderzoek hangt natuurlijk van een aantal zaken af. Op de zitting is het zo dat getuigen gehoord moeten worden, de verdachte moet gehoord worden. En getuigen worden vaak opgeroepen. Het kan zijn dus dat getuigen niet kunnen komen, waardoor je dus sowieso nog een keer zult moeten uitstellen. Ik denk dus dat u ermee bekend bent. U ziet hoeveel zaken er zijn op de zitting. En meestal is het zo dus dat dan de zaak weer even wordt uitgesteld naar een ander moment. Totdat de getuigen die een verklaring moeten komen afleggen er inderdaad ook zijn om de verklaring af te leggen. Dus het hangt van een aantal omstandigheden af.
Zeker als het gaat om de ernst van het feit, ook de ingewikkeldheid van het onderzoek. Dat zijn allemaal zaken die belangrijk zijn en die eigenlijk ook mee gaan bepalen hoe lang zo'n onderzoek gaat duren. Nou, de verdachte, ik dacht dus dat de rechter het ook aan hem heeft kenbaar gemaakt op de zitting. Dat hij binnen 14 dagen na de uitspraak, dus binnen 14 dagen na vandaag dus, mag hij dus hoger beroep aantekenen tegen het vonnis. Dat is het rechtsmiddel wat hij nog kan aanwenden.